Het Belgian National Orchestra organiseert workshops voor jongeren rond Sergei Prokofjev. Maar hoe bekend is Prokofjev eigenlijk bij jongeren? Nee, ik weet niet wie dat is. Nee, nog nooit van gehoord. Geen idee. Ik weet niet, die naam zegt wel iets. Zou het misschien een artiest kunnen zijn? Ik weet niet, iemand die zingt of zo. Ik neem aan een componist of zoiets. Ja, het zal een muzikant zijn, denk ik. Ja, ik vind deze muziek oldschool. Een beetje van vroeger, ja, klassiek of zo, ik weet niet wat dat is. Ik vond het ontspannen. Ik vind het wel een mooi fragment met heel veel emotie. Ik denk wel dat het mooi zou klinken met een groot orkest of zo, om eens naar tussen luisteren. Oh ja, ik stel me daar direct zo een film mee voor. Ik herken deze muziek van de film Black Swan. Nu weet ik wie Sergei Prokofjev is. Kunt je je even voorstellen? Ik ben acteur en theatermaker en dan vooral in het kindertheater. Daar ligt mijn passie wel. Je gaat nu een project doen met Belgian National Orchestra. Vertel daar eens over. We gaan dus in de Bozar Romeo en Julia van Prokofjev enceneren met 70 muzikanten en een dirigent die dat gaan brengen. En ik doe de regie van het theatrale deel en één actrice, Patricia, gaat Julia spelen. Die eigenlijk in onze vertelling Romeo leert kennen in een virtuele gamewereld. Je gaat echt met een heel orkest werken. Hoe voelt jij je daarbij? Dat is zot. Opeens zit je daarbij zo, bam, een orkest. Ja, ik denk dat dat het coolste is eraan. Wat dat nu supercool is, is dat er al een muzikaal narratief is. Dat er al keiveel vertelkracht en emotie in die partituur zit. En dat die muziek eigenlijk het script is. Je gaat dat niet alleen doen, want er vindt een heel proces plaats voor de voorstelling met jongeren. Wat gaan jullie doen? Het is een co-creatie, dus we werken samen met scholen, dus 12 tot 18-jarigen. En er worden tijdens het maakproces van de voorstelling workshops georganiseerd. En we willen het ook effectief hebben over een soort virtuele wereld. We willen aan die jongeren vragen wat dat hun verhouding is met zo'n virtuele wereld. De bedoeling is dat zij avatars gaan maken, daarover gaan reflecteren en nadenken. En nadenken hoe dat zij in zo'n virtuele droomwereld eruit zouden zien. Ik ben zelf eens op die leeftijd één keer naar de Bozar gegaan en ik herinner het mij nog altijd heel goed. Dus dat is sowieso een heel emotionele, intense ervaring. En het is natuurlijk ook Romeo en Julia, wat dat heel cool is. We kennen heel veel versies waarin die voorstelling wordt gespeeld door 18, 20-jarige, zelfs oudere acteurs. Maar als je dat goed leest en je gaat kijken naar Shakespeare of zo, dan gaat dat echt over 13, 14-jarigen. En dat is een soort van puberale, vulkanische liefde bijna. Die iets heel onvolwassen heeft. En dat is iets dat ik ook met die middelbare leeftijd associeer.